combinatie in de groep. Walking handbal is dus voor mensen van een wat oudere leeftijd, dus 50 plus, 60 plus, 70 plus, die graag actief willen zijn en willen blijven en in beweging willen komen. En walking handbal is daar uitermate geschikt voor, want het is laagdrempelig. Het gaat om handbal, maar dat hoeft niet speciaal met een handbal te zijn. Dat kan ook met een heel ander soort bal zijn. Het kan met een frisbee zijn, het kan met een rugbybal zijn, het kan met een tennisbal zijn. Uiteindelijk is het doel van om de groep mensen die er is veel plezier te geven in iets met een bal of iets wat erop lijkt. En omdat het vrij makkelijk te doen is het eigenlijk ook voor iedereen. Je hoeft niet per se ook handbalervaring te hebben. We doen het om en om bij de handbalvereniging Angeren en de handbalvereniging Husse op de buitenvelden. En dat is elke vrijdag om 14:00 middags tot ongeveer 15:00, 15:45. En daarna is het ook nog, noemen we dat de derde helft, gezellig samen zijn om even na te praten. Als mensen belangstelling hebben om mee te doen, dan nodig ik ze van harte uit om gewoon eens te komen kijken. Je kunt gewoon vrijblijvend meedoen. En je kunt je in principe aanmelden bij Thijs Loot van Sportservice Lingewaard en de Stichting Welzijn Lingewaard. Maar je kunt je ook bij mij aanmelden, Ronald van Haaf. Dat is Ronald van Haaf, apenstaartje kpnmail.nl.